Dank je. Appelen, waar zit je Ja. eigenlijk bij zo'n midden, bij zo'n pilaar? Dicht bij die jump boost Waar? gebeuren. Waar? 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 Ik zie niet. Oh, yo. Wacht, kom even naast me, kan ik even met F5 kan ik even een screenshot maken. Oh, mag ik eindelijk op screenshot? Oh. Dames en heren, dit was de video. Leuk dat jullie gekeken hebben. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Murder Mystery. Ik ben vandaag natuurlijk met de Open Kingdom speler UFO Piloot Menno. En natuurlijk Hallo. Niet met het bouwbedrijf Ampelaunty. En natuurlijk PewDiePie, ikzelf. Zo, goedendag. Besef dat op dit tijdstip, zeg maar, dat dit online komt. Een hele grote kans is dat PewDiePie niet meer nummer 1 YouTuber is van de wereld. In de zin van content creëren als niet een standaard kanaal als iets van YouTube is. Nou, dat zien is je wel van. Één ding gemeen. Nou. Jij bent ook geen nummer 1. Dat is net een kut opmerking. Ja, maar echt. Maar Menno, hoe was het op school? Ja, Menno, hoe was het op school? Ja, leuk. Ja, wat heb je gedaan? Het was een leuke dag. Ja, ik moest verder aan mijn opdracht. Welke opdracht? Voor opdracht. Nee, opdracht. Oh, God. Opdracht. Welke opdracht? Ja, ik moest een opdracht maken over een eigen onderneming. Oh, en? Ja. Oh, heb je toen Appelaar geïnterviewd met zijn eigen met mijn bouwbedrijf? Nee, het is... Nou, het bouwbedrijf liep niet zo goed, dus ik kon hem niet interviewen. Dus over welke onderneming ging het? Over eigen Minecraft BV. Nee, ik moest een eigen onderneming plaatsvinden bij mijn eigen stagebedrijf. Oh, en wat voor stage doe je? Nee, geen bedrijf nou noemen, dadelijk worden ze boos. In een snackbar. Zegt hij het ook, wie is hier een snackbar, jij of ik? Moet je een patatje? Oh, ik weet wie het is. Oh god. Zit ik echt het is By Black Currents. Nou, waarom nou weer zo'n naam? Ja, wat moet je nou stage lopen in de snackbar dan? Maar moet nou, jij dan je moet kroketten en frikadellen erin gooien. Moet je echt een beetje frituren en zo? Ja, een beetje gewoon maken, een beetje vervelen. Is gewoon leuk, joh, niet zo klaar. Is beter dan een bouwbedrijf. Gewoon een beetje frikandanties bakken en zo. Met een mayo hier en daar. Maar nou, ben je nog herkend op stage? Zo. Nee, nog niet, nog maar, niet. Maar luister dan. Bij een snanky barnty toch, dan komt alles toch gewoon kent en klaar binnen. Je hoeft helemaal niks meer te snijden en alles. Jawel, joh. Nee, ja, al sommige komen kant en klaar binnen, maar niet alles. Wat moet je bijvoorbeeld doen dan? Een berenklauw maken. Nee, maar... Oké, ja. Misschien dat mensen zoiets hebben van, wat is een berenklauw? Zou je dat even aan ze kunnen uitleggen, Menno? Nou, kijk. Wij hebben nou eenmaal een berenklauw, daar zit in een gehaktbal en die snij ik in vieren. Nu komt een stokkie met daartussenin een uitje en een paprikaatje en dan in de frituur. Alsjeblieft. En dat, een berenklauw. En dat vind je lekker? Nee, ik weet het zelf niet. Maar, de volgende video is een tutorial met Menno. Hoe maak ik een berenklauw? Ga je ook elke dag een frituur eten als je daar bent? Nee. Of heb jij gewoon een bammetje mee voor in de pauze? Nee, ik heb gewoon mijn eten mee thuis, ja. Gewoon een bammetje. Wat? Een bammetje. Wat is een bammetje? Appelaar, ik dacht dat we iemand hadden die gewoon werkt en zo, weet je, in Nederland zijnde. Maar dit is echt een... Nee, ik werk niet. Appelaar, kan je hem uitleggen wat een bammetje is, alsjeblieft? Een bammetje? Ja. Ik heb geen idee. Zie je hier, werk jij ook niet. Hoe weet jullie wat een bammetje is? Ja, omdat wij gewoon normaal praten. Maar ik kom uit een normale deel van Nederland. Nee, ik heb echt nog nooit het woord bammetje gehoord. Ik dus ook niet. Gewoon een broodje toch? Wel lekker in de bammetje. Al die stratenmakers wat jullie allemaal zijn. Lekker even een bammetje eten. Nee, gewoon een boterham. Gewoon een boterham. En niet een bammetje. Een broodje! Broodje! Mag ik een broodje frikadel? Die fucking slechte Nederlandse memes over een broodje frikandel bij de AH. Ja, nu zie je een broodje frikandel door de beeld heen. Vliegen, jongen. Och, nee. Ze ziet Duffy nu een broodje frikandel opeten. Ik eet nooit een broodje frikandel. Nee, ik ook niet. Ik wel. In de zin, niet die broodjes frikandel, zeg maar. Nee, wel frikandel broodje, of... Nou, die heb je bij de Albert Heijn. Menno, jij bent het type wat in een tussenuur naar de Appie Heijn gaat om zo'n broodje te kopen en dan gewoon zo'n goedkoop nee, blikje... Nee, kut! maar wel die kouwe. Ja, maar dan zo'n goedkoop blikje en die bij van 30 cent, weet je wel, zo van nee. moet op de kosten letten.
Kijk uit, Appelaar staat linksboven op een balkonnetje. Hij staat in het huis links van je. Maar zei je nou dat je dat niet drinkt? Nee, ik drink dat niet. Appelaar wel, elke dag. Energy? Ja. Jezus, ongezond. Nee, ik drink... Appelaar heeft Appelaar, diegene voor je neus, die nu naar je toe komt, is hem. Dus je gaat nu dood. 3, 2... Huh, waar ben jij? Huh? Maar wat wou je zeggen, Appelen? Ik ben in de prullenbak gegaan. Ja, dan hoor je thuis je vuile trash. Ja. Zo. Ah. Die prullenbak is nog beter dan jouw bouwbedrijf. Ja, ik denk dat ik een nieuwe serie heb. Gewoon een rip-off van wat allemaal op tv is geweest. The Roast Off. Ja, precies. Jullie trappen elkaar helemaal de grond in. Misschien nee, pak je dan wel een keer views. Zo, misschien wel. Maar dan moet ik eigenlijk wat meer relevante mensen hebben, niet dit soort mensen. Nee, Menno kan je niet meer meedoen, dat is jammer. Nee, sorry. Appelaar, de hele natie kijkt naar jou. We moeten winnen. Ik ben ook dood. Oh. Ja, maar ik heb nog 1 goud nodig. Wie is er zo'n lekker mechanisch toetsenbordje die half uit elkaar valt? Ik niet. Is er nog maar, wie is de murder dan? Hij is letterlijk naast je in het gebouw. Het is niet die ene dame, maar die Natje. Natja. Ja, ik heb nu achter je aan. Oeh, hij komt naar boven toe. Hij heeft een zwaard. Oh nee. Je kon gewoon schieten, neef. Oh, maar jij bent echt dom. Jij bent echt dom. Kijk hem liggen dan. Jij bent echt dom. Oh mijn god, jij bent echt dom. Ja, maar ik gunde jou de win gewoon niet. Daarom deed ik dit. Ja, het gaat mij niet om de win. Oh, nee, ik wil eigenlijk naar beneden springen, maar ik kwam... Wat is diegene ook aan het doen? Appelaar, ik zeg, hij zit achter je. Je moet helemaal om te draaien en te schieten. Ja, maar ik heb mijn aimbot niet aan. Het mocht niet van je. Oh, en dan zie je dat zwaard die kant op vliegen en dan zie je hem echt zo kijken zo van... Gaat hij maar schieten. Ja, ik kon niet meer weg. Oh. Ik ging aan dat ding. Maar nu ga ik murder worden. Nou, ik mis nou, toch een beetje dat wij een beetje het teamverband missen, jongens. Ik denk dat toch wij meer als team moeten samenwerken. Nou, ik denk niet. Oh. Jezus. Jeetje, Menno, gaat het? Ja, ik stik even. Moet je even een paar klopjes op je rug hebben? Ja, ik heb eten nodig. Maar ik had geen honger. Een broodje frikadel. Ik had eten nodig, maar ik had geen honger. Jongens, stormt zijn kamer binnen. Wil je ook eten? Nee. Nee. 5 minuten later, ik heb hem hoor. Jammer dat ik dat niet heb opgenomen, jongen. Ja, dat is wel echt jammer, ja. Anders hadden we dat echt gewoon 3 keer in dezelfde video geëdit. Remix ervan gemaakt. Ja, precies. Oh, ik weet wie de murder is. Met die rode hoofd. Met die rode hoofd. Die, met die. Oh, dat Teddy, jij vandaag weer naar school gaat, hoor ik al wel. Ja. Het is zondag. Gaan we niet naar school. Dit is dinsdag. Het is dinsdag. Ja, dan ga jij rare dingen zeggen. Ja, nee, het is dinsdag. Zondag. Nee, maandag. Het is dinsdag. Of is het woensdag? Nee, woensdag is morgen. Het is nu dinsdag. What the fuck? Hier staat een zombie. Ja, ja het is vandaag dinsdag. Buurman. Ja, je moet ook niet in de spiegel kijken. Oh, god, ik schrok. Ik heb een beetje het idee dat er een soort van haat-liefde relatie tussen jullie is ontwikkeld. Nee, joh. Ik laat hem met de rest deze video. Yes, ik heb gewonnen. Waarom? Omdat ik het zielig vind. Anders, hij kan er niet meer tegen. Anders lijkt het op cyberpesten. Dat moeten we ook niet willen. Kan je misschien wel iets zeggen over zijn waterhoofd? Jezus. Waterhoofd. Wat een pestgedrag. Mijn ouders zeggen dat ik een waterhoofd heb, maar dat was niet. Die wordt er ook onder geëdit, jongens. Hey! Ik mag nooit meer meedoen straks. Nee. Oh. Nou jongens, we hebben nu 6% kans om detective te worden. Ik word echt heel moe van jullie. Ik 42. Om murder te worden. No 42? Game. 42, ja. In je dromen, maat. Wat? Oh, ik spring bijna gelijk de lava in. Ben je murderen? Ik ben het alsnog niet. Maar je hebt ook geen 42%, wees nou maar gewoon eerlijk. Hè? Jawel. 42%? 42. 42 murder en ik had volgens mij 11 detective. Hoe dan? Ah, er is wel iemand dood. Wat dan? Ga weg jij. Wat ga weg je jij? Niet achter... Ja, ik zie je hoort letterlijk Menno zeggen, er is iemand dood. Ik loop achter jou. Er lopen 5 mannen erbij je. Er is niemand daarvan dood. Ja, maar dat was voor de tijd dat het inging, hè? Oh, nou ja, dan nog.
Mag ik gewoon... Oi, Menno. Hallo. Mag ik gewoon wel bij jou staan gewoon, of niet? Oh, ja hoor. Oké, fijn, want ja, Appala doet gemeen tegen mij. Kijk, ja. Appala, als je nou ook gewoon hier naartoe komt, dan kun je gewoon met z'n drieën staan. Drie musketiers. Goed. Ja, we blijven met z'n drieën staan. Appala, we moeten even thumbnail maken. Kom. Ja, maar waar zijn jullie? Waar ben jij? Hiro. Ja, dank je. Appala, waar zit je ergens bij zo'n midden, bij zo'n pilaar? Dicht bij die jump boost gebeuren. Waar? Ik zie niet. Oh, yo. Wacht, kom even naast me, dan kan ik even met F5 kan ik even een screenshot maken. Oh, mag ik eindelijk op screenshot? Oh. Dames en heren, dit was de video. Leuk dat jullie gekeken hebben. Nu zie je 5 vliegende bad eentjes. Vliegen door, beeld. Ja, we komen 5 vliegende bad eentjes. Hey, kijk dat broodje frikandel op de rug van de bad eentje. Hey, kom op. We vliegen, die komt met een neushoorn. Jezus. En dit wordt er allemaal in geëdit. Dat is de karma van Duffy. Ja. Maar even serieus, hoeveel procent heb jij? 25. Jij wordt... Ja, en ik heb 42, en dan word jij kijk hem lopen dan. Vies spookje. Nou jongens, ik doe 3 weken niet meer mee straks. gewoon ook niet, kom even, we kunnen even een screenshot maken. We willen allemaal netjes daar staan. Gewoon, ja, even die kom even hier staan, even een screenshot maken voor de thumbnail. Ik maak nooit een thumbnail vanuit de game. Nou, ik dacht dat we je konden vertrouwen, maar... Ik wou gewoon even leuk meedoen in de video. Ja, dan kunnen we leuk Dan gaan we ook niet meedoen dan. Nou, er loopt iemand onder je. Daar, zie je hem lopen? Ja, dan ga je hem nog helpen ook! Appreciate it. Alsjeblieft. Jij bent echt zo... Ik heb voor mij nog een gratis patatje. Gewoon een broodje van de bel. Ja, gewoon naar boven springen. Moet je nu niet zeggen, die wordt er ondergeedit? Oh, die wordt er ondergeedit. Nee, ik hoef het niet te doen meer. Nee, ik heb het al gedaan. Oh, je is echt heel kut. Hey hoor. Ja, dat kan je verwachten, hè. Als je ons naait. Gewoon backstabt. Wat? Dit, zie dit. Ja, vriend. Ja, die kan je nooit meer raken. Jammer. Huh? Ik had gehoopt dat je niet wist dat je als je erin ging, maar... Jammer. Wow, hij blijft ook gewoon staan. Wow. Ja, dat is wel leuk. Wow. Nou, ik hoop dat je deze helemaal niet vindt. Ik hoop het. Oh, daar heb ik nog maar eentje, gewoon. Ja. Wow. Nasi gori bami saté. Nee, niet? Oké. Okay. Ga je dat er ook in editen? Ik ga je hoofd eigenlijk erin editen. Oh, wacht hoor. Doe maar. En je mini-ezel. Hoofdje is je vliegende hoofd! Maar dan hebben we geen views meer. Als je hem erin edit. Nee, klopt. Maar hadden we toch sowieso niet? Hadden we toch gewoon sowieso niet met jou erin, dus. Jongens, waar zit die laatste? Zeg eens even. Ik zeg niks. Ik zeg ook niks. Menno. Nee. Ik heb je 1 keer geholpen. Menno. Kom op, man. Godverdomme, wat een lekker man! Mensen allemaal bedankt voor het kijken. Doe duimpje omhoog, abonneer. Tot morgen. Joe! Joe!